Kijkers, welkom terug bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we weer terug op Medusa, of in Medusa moet ik zeggen. En ja, we zijn weer terug bij de Enchanter, bij de allereerste aflevering van, of nou, de tweede aflevering. Want de allereerste aflevering was hier ook. Maar ik dacht, ik ga hem nu nog een keer laten zien. Want ik wou weer aankondigen, ik weer ging beginnen met de updates. En ik ga deze keer wel langer proberen vol te houden dan één video. het lag aan wat factoren, het lag aan... Ja, ik hoorde dat mijn recording software, dat werkte in OBS, want ik neem op met OBS. Dat werkte weer allemaal niet mee. Allemaal niet leuke dingen. Dus daarom ben ik, daarom was ik gestopt met opnemen. Maar ik ben nu weer terug, ik hoop dat jullie een beetje hyped voor zijn. We lopen ondertussen door op het Enchanters Eiland, want daar zijn we nu. En we lopen daar even door het markt heen, het marktkraampje is hier. En de chest bij het kraampje en zo, een fonteintje. Ja, wat hout, wat vast wordt gehouden. daarachter is het kasteeltje. Dat is niet heel veel interessants. Ik zal wel even langslopen. Dit gaat naar beneden. Hier zit de echte Enchanter. Met ook de grinder en zo. Daarom is het zo. En dan lopen we hier naar binnen. Dan kunnen jullie zien, dit is het fort. Dat is wel vet. Het is niet heel veel hier. Je hebt een beetje een toonbankje. Een tafel. Een steunpilaar. Het zou, volgens mij moet dat een trap worden. Ik denk dat het een trap moet worden. Zo, ik ben onbeleefd gelopen over de tafel. Maar dit moet volgens mij een trap worden. Want ik kan me niet voorstellen dat dit anders moet zijn. En er zit trouwens een gat daar. Maar dat hebben jullie niet gezien. Het is helemaal af dit fort. dit is, hoe heet het? Dit is een opslagkamertje, had ik het idee. Je kan ook omhoog, maar ik weet niet meer waar je dat deed. Misschien moet je daar ergens iets voor beklimmen of zo. Maar dat gaan we niet doen. We gaan nog even langs de farms lopen en dan naar de huisjes. Maar ik wou eigenlijk gaan uitleggen dat ik weer ga uploaden. Ik ga elke week proberen een updates video te uploaden. Dus stel ik upload deze op vrijdag, dan komt die week vrijdag, de volgende week vrijdag ook weer een video. Ik weet nog echt niet wanneer ik deze video ga uploaden, want ik moet ook nog even kijken hoe het allemaal zit met tijd en bla 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 bla. School, nu. Nee, je snapt wat ik bedoel. We lopen ondertussen langs de grote huizen, want de enchanters, dat zijn natuurlijk rijke mensen. In de roleplay, want die maken al je spullen, je diamond swords, je pickaxe, met 2D's maken ze hem. Ondertussen kunnen we gewoon niet, als jullie het leuk vinden, want ik kijk nu naar de lucht. Als jullie het leuk vinden, kan ik wel vaker met je, moet ik vaker, zo. Als jullie kijken, we kijken nu naar de lucht, als jullie het leuk vinden. Willen jullie ook vaker opnemen met shaders, want de shaders, ja, ik vind het zelf wel echt heel vet met shaders en... maar het lijkt af en toe een beetje. Dus ik vind het voor de performance is het niet fijn. Maar als jullie het mooi vinden, dan doen we dat natuurlijk gewoon. Tijdens oorlog ga ik natuurlijk niet met shaders opnemen. Dat kan ik wel zeggen. Maar laat gewoon even achter of je met shaders wil of niet. Zeg maar gewoon als je het niet wil. En als jullie er niks over zeggen, dan doe ik het gewoon. We zijn nu ondertussen de trap afgelopen. We komen hier aan bij de paardenstallen. Er staat nu één paard. Beetje zielig. Maar dat maakt niet uit. We lopen nu door naar de enchanters. Hier zit de ijswee. We kunnen snel naar de enchanters toe, was geen zin hebben om te lopen. Maar ik ben deze keer wel heen gelopen. Nee, grapje. Dit is de ingang van de enchanter, hier staat de grinder. Daar kan je de zombies killen voor XP, kijk maar. En dan krijg je daar XP van. En dan kan je dat hier enchanten. Stel, ik heb power 1 of power 4 op deze boog en dat is een mooi enchant. Maar we gaan het niet doen. Ik heb de levels er namelijk niet voor. Ja, wat kan ik hier nog meer laten zien? Er staan nog wat heel veel chesten. Oh ja, hier staan nog meer chesten. Die staan alle... dus Ayan is een beefpier. Dat is Guus, aardige jongen. Dit zijn alle chesten. Dat zijn de opslagkisten van de enchant. Dus daar zitten alle helmets, chestplate, leggings, boots en swords en allemaal andere dingen. En onze privévoorraad aan diamonds. Dit zijn de weekdagkisten. Dat is mijn kist. Weet het, de meeste mensen in Medusa schrijven om mij te plagen overal mijn naam op met 2 L'en. Dus omdat mensen het vroeger altijd verkeerd spelden, doen ze het nu nog steeds. Beetje dom van ze. Ja, het gemiddelde IQ ligt hier ook niet zo heel hoog, dus dat maakt het niet. Ja. Grapje, nee. In ieder geval, dit zijn alle kisten, gewoon privékisten waar je spulletjes kunt opslaan. Ik weet niet wat dit zijn eigenlijk, moet ik even kijken op het bordje hoe dit heet. Ik ben nog niet zo bekend. Dit zijn de bestellingskisten, dus hier kan je een bestelling doen. Guus heeft nu het bestellingboekje, maar normaal gesproken zit hier een boekje in. Dan kan je bestelling opschrijven en dan kan een enchanter, dus ik, Guus of iemand anders die enchanter is, kan het maken voor jou. En die stopt dan bijvoorbeeld, stel je wil een pickaxe met efficiëntie 4, dan stopt hij hem zo in je chest. En dan heb jij een pickaxe gekregen met efficiëntie 4. Dan moet je natuurlijk wel voor betalen, de betalingen staan online, ik weet iedereen hoe duur het is. Dat is de grinder, de enchantment table, wat chesten voor bones volgens mij.
Dit is een chest voor bones, die heb ik gemaakt omdat we af en toe extra bone meal nodig hebben. Maar ik hoop dat jullie een beetje een leuke tour vonden door hierheen. Ik wou natuurlijk eigenlijk vertellen dat ik weer meer ga uploaden. Ik vond het wel een beetje nostalgisch om het weer te doen op dezelfde plek als waar we de eerste video hebben opgenomen in Medusa. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ik vond het namelijk zeker vet. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet inderdaad geen like achter te laten en een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. Het gaat weer allemaal mis bij mij, maar dat maakt niet uit zolang ik maar de volgende video upload. We gaan ondertussen even doorlopen en dan mogen jullie een klein stukje van de preview zien voor de volgende video. En dan ga ik het daarbij laten. En dan ga ik zeggen, daar is die. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Later.